Een bezettingsactie maandagochtend in een van de bestuurskamers van de TU. Met opblaasbedjes en spandoeken. Klimaatactivisten zijn namelijk boos op het bestuur van de Eindhovense Universiteit. Omdat die nog steeds banden zou onderhouden met vervuilende bedrijven als Shell. Wij willen dat zij alle banden verbreken met de fossiele industrie. En op deze manier ook aan hun studenten meegeeft wat voor toekomst we moeten hebben. There's too much involvement with fossil fuels in general, and even then we don't know how much it is because the TUE is not very transparent. We want to know where all the money's coming from and going, and second of all, we want fossil fuels off our campus. Vanwege het protest verliet het bestuur van de TU snel de vergaderruimte. De universiteit wil niet reageren op persvragen over de banden met de olieindustrie. Het is niet de eerste keer dat studenten en klimaatactivisten aan de bel trekken. Ook in mei werd er al geprotesteerd.